Meedoen is belangrijker dan winnen, geldt zeker voor dit kampioenschap Petank, dat zondag voor de derde keer werd gehouden bij Petankvereniging Wij Liggen in Schijndel. Gaat het hier nou om het winnen of om de gezelligheid? Ook om de gezelligheid, maar ja, je wilt toch altijd de spelletje winnen, hè? Want zomaar een bal weggooien, ja, als je bij een club bent, dat doen we dan niet zomaar. Hè? En hoe schatten jullie je kansen in? Ja, als we zo doorgaan dan... komen we een heel eind, denk ik. Maar ja, we zijn nog maar op de helft. Hè. Kijk, we hebben er wel een beetje vertrouwen in. Hier wordt vandaag gejeudeboeld. In de volksmond heet het jeudeboel. Officieel heet het petanken. Er wordt vandaag een toernooi gespeeld voor de meierijkampioenschappen. Je hoeft geen lid te zijn van onze club. Iedereen mag meekomen. Het liefst iemand met een licentie, iemand die wel jeudeboelt of lid is van een club. Samen met iemand die geen lid is van een jeudeboelclub. Hoofdmoot is gewoon de gezelligheid om gezellig een bal te gooien. En naast de gezelligheid, wat valt er te winnen vandaag? Er valt vandaag, je moet je niet denken aan geldprijzen van 200 euro of zo. Nee, vandaag is de eeuwige roem. Je mag je een jaar kampioen van de Meijerijstad noemen. En de eeuwige roem is misschien nog wel belangrijker dan de 200 euro die op sommige andere toernooien te winnen vallen. En zoals gezegd, iedereen wil een spelletje winnen. Maar gezelligheid staat bij dit kampioenschap voorop. Daarnaast is het vooral een sociaal gebeuren, waarbij toeval ook een rol speelt. Nou, we hebben ze meer dan 50, misschien wel 60 jaar elkaar niet gezien. Vroeger, toen wij klein waren, mochten we altijd met papa's mam mee naar hun toe, spelen en zo. En nou zien we na 60 jaar, zie ik haar gezicht, dat tante Nel het was. Wij herkenden men, dus... Winnen doen we ook graag, maar de gezelligheid staat bij ons voorop. Door de lage drempel heeft iedere deelnemer gelijke kans om zich later vandaag kampioen petank van Meijerijstad te mogen noemen. Het is nou de tweede wedstrijd en het is de tweede die we gewonnen hebben. Dus ik weet niet hoe dat verder loopt. Dus, we moeten er vier, dus over de helft zijn we. Misschien dat het nog beter komt, weet niet. Jullie gaan vanavond met de beker naar huis. Grote kans. Jullie hebben verloren van de mannen. Ja, maar we hebben wel heel veel plezier gehad en dat telt. Het was een hele gezellige partij. Is dat het allerbelangrijkste? Dat is het allerbelangrijkste. Het plezier onder elkaar, ja. En doet u vaak sjeudeboelen? Nee, niet zo vaak. Niet zo vaak. Zeg maar, bij ons in de buurt is ook bij een pleintje een boelbaan. En doen we met een competitie mee, ik zeg maar, 15 keer in het jaar. Mensen die zich aanmelden, kunnen de eerste drie keer gezellig meespelen. Of gewoon kijken. Dat wijst zich allemaal vanzelf. Het is helemaal een ongedwongen sfeer op de club. Dus mensen staan snel op hun gemak bij ons. Aan het eind van de dag bleken Bart van Aalen en Peter Onderstein de meeste punten te hebben verzameld. Zij mogen zich komend jaar kampioen petank van Meijerijstad noemen.